We staan in een trampolinepark waar ik een paar video's geleden ook was. En toen vroeg ik aan jullie, willen jullie dat ik een video gestopt ga maken als we iets roos aanraken? En dat mocht bij de 2000 likes, die hebben jullie keihard gehaald. We hebben hier twee hallen en die staan ook voor de levels. Je hebt level 1, dat is hal 1. En level 2, dat is hal 2. Dus we beginnen allemaal met een challenge. In hal 1, als we die allemaal hebben gehaald, gaan we door naar hal 2. Halen we daar alle challenges. Dan hebben we de video wederom gehaald. Jullie weten het nog, de vorige video gestopt was gewoon gehaald. Laten we even naar de deelnemers gaan en dan gaan we beginnen. Zoals jullie kunnen zien staan we in hal 1, wat ook level 1 is. Dus hier is het nog relatief makkelijk om rood niet aan te raken. Straks wordt het iets moeilijker met level 2. Jongens, spring eraf. En vanaf nu mogen we... Hij heeft gewoon sokken! Ja, en die tellen natuurlijk niet mee, want dat zijn gewoon jump sokken. Maar als ik op witte sokken zou raken... Houd je mond! We mogen geen rood meer aanraken. Ik begin met challenge 1. Zometeen gaan we een salto doen, maar we skippen... een trampoline en dat doen we twee keer. Ik laat het zien. We beginnen al meteen een beetje uitdagend. Ik hoop dat iedereen dit kan. En als ze het niet kunnen, mogen ze skippen. Maar met twee kruisen doe je met deze video niet meer mee. Succes jongens! Ja Lars. Oh! Doe je nou? Oeh! Ik heb hem geblokt, nee, ja, ik hield hem mooi. Tegen. Was dit? Dat was niet rood. Was dit? Dit gaat ook weer zo'n korte video worden. De bedoeling is, en was überhaupt met deze video, dat we daar uitkomen. Ja, omdat daar zoveel rood is. Easy Boas! Mooi hoor. Lekker man, bro! We pakken deze! Jongens, neem nou geen risico! Je mag ook, je hoeft niet per se naar de vloer. Ze hoeven niet per se naar de vloer. Larsie! Ja, easy. Lekker. Lars heeft hem gehaald. Dat betekent dat iedereen van het soortje de challenge heeft gehaald. Dan gaan we door naar de volgende die een challenge mag verzinnen. En dit is perfect in zijn straatje. Timo! Want Timo heeft oranje haar. Wat in de buurt komt van rood. Oké, hey, we doen een salto vanuit dit blok daarheen. Ik doe het even voor. Kom, heb je nou zo'n gat in je broek bij je kont? Oh kut, ik heb die kapotte aangetrokken, ja. Oh nee. Hoppa. Doe het toch? Ja Lars. Kijk eens. Iedereen bij mij wel echt enthousiast is, alsof ik een of andere... Jij bent zo lang dat het een soort drempel is waar je overheen stapt. Ja, dat is niet moeilijk. Ja, doe dat. Ja, dit. Haal je makkelijk. Ja, dit haal je. Let's go, Tim! Kom op, Tim! Ja, ja! Oh, lekker, man! Yes, we hebben hem. Let's go! Let's go! Challenge 2 gehaald. Tim is met de volgende challenge. Boy. Ja, wij doen een walflip in de schuine muur naar een backflip. Oeh, oeh. Nou, hey, zo is niks aan de hand. Dat is ziek. Kijk eens. Ja, easy. Hoe heeft hij hem niet geraakt? Hoe de fuck doe je dit? Ja! Ja! Easy, easy. Ja hoor, lekker! Lekker! We willen hem met z'n allen halen, let's go Timo! Ja, lekker! Bro, Timo! Ja! Timo! Lekker! Ja! Timo! Mijn challenge gehaald, Timo's challenge gehaald, Tim's challenge gehaald. We zijn met de challenge van Boas en daarna als laatste Lars. En dan mogen we door naar level 2. We gaan eventjes de parcourskant op. Wat je doet, springt als deze in die trampoline en dan moet je dat randje stikken. Je moet minimaal 1 voet laten staan op het randje. Als dat je niet lukt, moet je opnieuw. Oh, hoppatee. Verstappen. Oh! Hey! I still got it, boy! Oh! Ja, ja hoor! Big ball!
Oh! Timo, die had stikken, ja. Als je. Oh! Oké, die was ziek. Zieke redding, Tim. Ah! Stikken! Kom op! Ja, ja, Timo! Nee! Ja. Kom op! Klein stapje mag, hè? Ja! Ja, ja, ja! Ja. Fuck! Timo heeft de eerste kruis, we gaan door naar de laatste challenge van level 1, area 1, Larsis. Omdat al die andere challenges wel makkelijk waren, gaan wij vanaf deze in die trampoline, Lars. Gaan wij vanaf deze in die trampoline en dan gaan we daarna met een dubbel of anderhalf de airbag in. Ja, ja, dubbel, ja hoor! Let op het rode, let op het rode! Pas op, zit een rood hoekie! Ja hoor! Groot, groot daar! Kom hier uit! Ja! Kijk eens! Ja! Kom op! Oh. Ja! Lekker al, jongen! Ik gleed uit. Als Boris deze haalt, gaan we door naar niveau 2. Kom op! Ja! Dat was wel leuk, ik heb het gehaald in ieder geval. Oh bro, dit is echt kut. Mag ik een handje? We gaan door, maar die vloer is rood, dus we moeten naar de airbag springen. Of daar naar de... Auw, ja, stop. Oh god, stop. Nou ga je anders zo. Naar jou toe. Oh, ja. Oh Lars, papa. Oh. Tafel springen, en dan kan je er zo heen. Dan kan je daar in de prullenbak zitten. Ja, ja, ja. Kom. Kom op, je kan dit, let's go! Let's go, let's go! Easy! We staan hier allemaal bij de matten. We gaan allemaal een flip hiervan af doen, maar het mag geen backflip, side frontflip zijn. En die mat ga ik aan de kant schuiven. Nee. Ja, ik ga op jou af. Ik dacht inderdaad, ik ga dan. En omdat hij nu kork heeft gedaan, mag niemand meer kork doen. Bro! Tim. Oh, oh, netjes. Oké, oké, oké. Deze is nog safe. Serieus, hè? Oh! Dat was best ver. Ja, ja! Oh! Oh. Ja, geland! Nee, was met het knietje, ik wil nog een keer. Ja! Oh, dat is het. Timo! Dus Timo, hoe voel je je? Ja, oh. Kut. Ik was gewoon enthousiast. Ik denk, ga over die zwarte lijnen lopen. Niet rekenen en gewoon dat je niet op de scheidsvloer mag staan. Ik wou eigenlijk doorspringen, maar ja, dit heb ik ook nooit gehaald. En dit is ook rood. Ja, dit was ook rood. Dus het was sowieso. Ik zie jullie bij een volgende video. Doei!